Hallo Zepengs, je bent Rick van Super Game Pace, een nieuwe aflevering van Mio Monteur vliegt de wereld rond. Ik had 14 afleveringen opgenomen en toen viel het spel uit en kon ik het dus niet in één keer uitspelen en kon het spel niet opslaan. Nu kan ik het spel wel opslaan en ik ben gewoon verder gegaan. Ik dacht, nou, dan gaan we gewoon tot aflevering 4, doe ik offscreen. Ga ik verder waar we waren bij aflevering 4 en aflevering 5. Vanaf nu heb ik dus alles aan tips en zo. Ik weet wel aardig al wat dingen. Ik heb geloof ik die pijp op de dingen gezet en dan kunnen we landen op de boot. Dus daar gaan we als eerst mee overheen. Ons vliegtuig ziet er iets anders uit, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Kijk, we zitten in tonnetjes. Awesome, to a barrel. We gaan naar de boot, dat is die. Die, hè. Ik geloof dat het de tweede aflevering was, terwijl de boot landde. En toen lukte het niet, want we hadden geen haak. Dus ja, momenteel heb ik ook alvast even die zendmasten gehaald van Peggy PC. En ik heb de tent, waarvoor we eerst een haak nodig hebben om hem goed neer te zetten. En dat is alles geloof ik, als ik mij niet vergis. Later krijgen wij van Sam Scribbler een camera en dan kunnen wij de kaart maken, dat weet ik ook al. Dan moet je zeg maar, van ieder deel van de... Je moet zeg maar 100 foto's maken. De map wordt in zeg maar 10 lengte, 10 breedte. En dan heb je dus 100 vakjes. En van alle 100 moet je dan een foto gemaakt hebben door er gewoon in dat vakje te vliegen. Maak je een foto. En dan ga je met alle foto's naar Sam Scribbler. Die ontwikkelt de foto's. En dan heb je een kaart. Best wel handig. En eigenlijk heb je dus nog weinig aan. Het enige verschil is als je dan kun je erop klikken. En als je dan op een rood puntje gaat, dan zie je een foto van de persoon die hier woont. Nou, dat wil je hoor. Geloof me. Deze persoon is een boot, dat is iets moeilijker zoeken, want ja, hij is een boot, weet je. We moeten even kijken waar hij dus aan het rondhangen is, hier ergens als het goed is. Ik ga tenminste op zijn puntje af. Op de kaart is hij een kruisje en die kun je ook zien veranderen, geloof ik. Meestal is hij iets meer aan deze kant. Ik zie hem in ieder geval niet. Waar ben je, man? Waar ben je dan, hè? Hè? Kan ik hoger vliegen? Zie ik hem dan makkelijk eigenlijk? Ik heb geen idee. Het is ook niet echt weer om te gaan varen eigenlijk. Nu we het erover hebben, maar dan moet hij moet wel ergens zijn, weet je. Hij is niet opeens weg. Net zoals dat sommige mensen in het spel niet thuis zijn. Holbewoners en zo, daar zijn we nog niet geweest bij de hermiet, maar daar komen we wel en die is dan gewoon niet thuis. En die boot ziet er geglitst uit, Miel. Die boot ziet er geglitst uit. Frans Frank, oké. Okay. Goed man, helemaal goed, Miel. Ik zeg, moet je gewoon doen. Moet Frans Franks oude vliegdekschip liggen. Hij woont daar op dat schip. Nou, dat is fijn om te weten dat Frans Frank op dat schip woont en we zijn geland. Oh, dat was lang. Oh, vele jaren geleden. Dat was voor ik het vliegdekschip kocht uit de legervoorraad en uitvoer naar... het was in de lente. Kan de derde, misschien de 4 april geweest zijn. Ja, hoe dan ook, het was zeker voor Charles Lindbergh hier was. Precies, voordat Charles er was. Maar toen ontmoette ik twee lieve tweelingen... Niet weer die tweeling! ...op de aarde zouden vliegen, zeiden ze. Nu is zo dat dat niet zou worden. Maar vliegen zouden ze. En ze hadden geëxperimenteerd met massa's vliegtuigen en hadden stukken over. Voor ze wegvlogen heb ik mij bekommerd over hun reservestukken. Wauw. Wanneer ik het vliegdekschip aanschaf. Echt, dit hele spel is een beetje gefocust op die tweeling. Maar ja, whatever. Wat leuk. Zo, nu heb ik ze hier. Merkwaardige zussen en magische stukken. Dank u vriendelijk. En dan hebben wij als goed is de stukken gekregen. Ik ga naar huis en ik verander af en toe wat onderdelen in de hoop dat ik weer nieuwe onderdelen krijg van Peggy PC en zo. Plink, oh, wow. We hebben de waterskis en er zijn twee mensen in het spel namelijk waar je alleen heen kan met de waterskis. Wat is het, een benzinetank? Met nieuwe brandstof in de tank komt men ver. Ik vraag me af of hij beter is dan de tank die we nu hebben. Ik denk het wel. Laten we het proberen. Of niet? Ik denk, nee, ik laat het gewoon hierbij. We kunnen die skis eronder gooien. Je moet sowieso niet de wieltjes gebruiken. Je hebt, dit zijn zeg maar de waterskis, daar kun je mee in water wandelen. Je hebt ook de andere skis, daarmee kun je in kun je op sneeuw landen, dat zijn niet deze skis. En deze, die kun je ook gewoon op land landen, dus deze wieltjes heb je sowieso niet meer nodig. Je moet wisselen tussen deze en de andere skis. Nou, wat hebben we er meer voor leuks? Wat is dit? Het echte Wilde Westen, in vliegende vaart over de prairie. Ik heb even een nieuwe propeller eigenlijk, dat zal weer tijd worden. Wat is dit? Vliegtuig van de GB. Snelle vliegtuigen vereisen stevige landingsgestellen. Ah joh, hier is een bak, kunnen we ook in, gewoon een doos. Een Wild West iets. Oh, kijk, een ijzeren propeller, dat is handig. Misschien heb ik deze onderdelen al gehad. Dit is trouwens een elektrische motor. Later krijg je namelijk ook zonnecellen en dan kun je met de elektrische motor. Dat gaat heel erg sloom. Wat is dit? Met een zekere variatie geldt hetzelfde propellerprincipe voor zowel Legio als Fokker. Ik vraag me af of dit sneller is. Maar maakt niet zo heel veel uit, weet je. Momenteel kunnen ze een beetje overal heen met de benzine die we nu hebben. De vraag is, waar willen wij nu heen? Je ziet al, we gaan trouwens een stuk sneller met die nieuwe motor. Maar dat zag je trouwens net ook al. Ik ga even naar Sam Scribbler even kijken of hij al die camera voor mij heeft. Dat zou wel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn, Sammy Scribb. En anders, ja, waar gaan we anders heen? Dat is een hele goede vraag. Waar gaan we anders heen? Ik heb letterlijk geen idee.
We moeten dan nog wat... Oh ja, je moet eerst het fototoestel hebben. En dan kun je voor mensen... Sommige mensen hebben dan fotoopdrachten voor je. Moet je foto's van vogels maken, hè, van kraters. Maar allemaal dat soort dingen. Ik heb nu ervaring in het spel, dat is wel handig. Even naar Sammy's Crib. Hoppakee, rechts zo die gaat, Miel. Hoppakee, en we zijn geland. Denk ik. Ben je thuis? Ja. Ja, nu heeft ze alle nieuwtjes die ze nodig heeft. Tip-top, Miel. Zie hier een werkelijk degelijke camera. Yes, we hebben de camera. Nice. Ik had hem in een andere serie echt in part 10 of zo, dus. Ik ben je dankbaar. Je bent altijd een prachtkerel. Dat zal je weten. Je bent echt een lekkere jongen. Ik zou echt in je billen willen knijpen, Sam. Oh, wacht. Van elkaar ben ik aan het opnemen. Laat maar. Woehoe! Recht zo die gaat, Miel. Nu moeten wij foto's nemen. Kijk. Oh, ik moet eerst even één foto nemen. Moet je horen. Heb je die camera wel bij me? Heb ik hem wel bij me? Ja, camera. Mooi. Hij hoort fotogeluiden te maken. Maak eens een fotogeluid, Miel. Wacht eens naar de camera. Nou? Hè? Why you no name photo? Ik denk dat ik eerst even naar die andere fan moet. En dan zegt hij, oh, dan kunnen we nu beginnen met de uitvoering. Want dat praat een beetje met zo'n accent. Is een beetje extra, maar het is ook wel een beetje gewoon heel raar. Dat is niet eens echt accent, maar hij klinkt wel raar. Op deze PC zitten soms wat rare punten in de map, zie je dat? Die met je eroverheen glijden. Je begrijpt me slecht, maar ja, dat is gewoon zo. Roy McCoy, daar moesten we in, ja. Even naar McCoy. Oh, nee, ook. Oh, oeps, dat was niet de bedoeling. Zo wou ik niet landen eigenlijk. Sorry, Roy. Niet de bedoeling, man. Wel geland, Miel. Nee, ze zit niet eens op de grond, joh. Sukkel. Even praten met Roy McCoy over het fototoestel. Neem zoveel beelden vanuit het vliegtuig als je kunt. En als je kunt. De film ontwikkelen. En dan kunnen we de beelden samenvoegen tot een kaart. Lekker. Recht vooruit. Up and running. Je weet wat de oude Chinezen zeggen. Ho chin pin pom pao. Dat zeggen de oude Chinezen. Eerste stap. Fase 1. Begin eerst met de streek het dichtst bij Slappersburg. Dit wordt zeker een goede landing. Dank je. Dat voel ik nu al. Absoluut. Dit wordt keigoed, geweldig, skitterend. Nice. Oké, dan wij gaan vliegen omhoog. Zo die gaat. Woehoe, lekker Miel. Pak ze Miel. Zo. Nu foto's maken denk ik. We kunnen deze aflevering gewoon heel veel foto's maken. We kunnen naar wat mensen toe gaan, even een leuk gesprekje met ze hebben. Misschien heeft Tom nu al de foto opdracht van mij dat wij foto's moeten maken van kraters. Want nu bij het fototoestel. Heb je al een foto gemaakt, Miel? Ja, hier. Dit zijn alle foto's die je moet maken. Dit is 10 bij 10. Voor mij is het gewoon dit. Dit stuk zit er trouwens niet bij. We hebben er al 3. En je moet dus een beetje gewoon goed kijken op de kaart. Van, zit ik al bijna op de grens van het ene en het andere gebiedje? Oh, dan maak ik even gauw die foto erbij. Even kijken of Tom thuis is voor de kraterfoto's. Want ik weet dat hij die wil. Hij wil foto's van kraters, want hij is een oude man. En dan wil je dat soort dingen. Dat hoort erbij, hè? Ja, ik ben altijd al nieuwsgierig geweest. En als je nu eens van bovenuit zou kunnen zien op een luchtfoto... Ja, precies. Kraters. ...op de vlakte zijn neergeslagen. Misschien werpt dat een ander licht op de zaak. Ik denk het wel. Je zal zien dat dit wel voor elkaar komt. Met een fototoestel aan boord, tenminste. Wauw, hoe wij anders foto's maken, Miel. Oké, nu moeten wij hier in de buurt, er is echt heel erg dicht bij zijn huis, liggen wat kraters en dan moet je overheen vliegen. Ligt er nou een foto van een krater op? Het is alsof je de foto's oppakt, maar daarmee maak je de foto's. Ik zal even kijken of ik het kan halen in één keer. Moet even kijken hoor, welke kant het op is. Ergens in de buurt zijn tenminste de kraters en de foto's gaan één voor één, zeg maar. Oh ja, daar is de eerste kraterfoto. Het lijkt een beetje op een vogelnest, vond ik. Ik dacht, hé, wat is dit? Oh, moet ik lager vliegen? Oké, ik moet lager vliegen. Nog lager vliegen? Oh mijn god. Klik, kraterfoto klaar. Tom kraterfoto zeker klaar. En er zijn als goed als meer kraters in de buurt. Oh, je moet natuurlijk gaan even de kraters vliegen. Dat klinkt best wel logisch eigenlijk. Iemand anders nog mooie kraters? Kan ik een mooie foto van maken. Wie woont daar? Oh, dat is de muggenbultman. De muggenbultman. Ja. Natuurlijk kan je zitten dagdromen over oneindig je benzine. Nee, die hebben we niet meer, maar... Maar een vliegen... Ja, dat zijn kraters, dat gaat goed. Altijd voor ogen. We hebben waarschijnlijk zo meteen de benzine op en dan kunnen we niet... Ah! Gevonden! Oh, weer te laag. Nee, te hoog eigenlijk. Sorry. Aandrijfmiddeldorst zou je kunnen zeggen. Wij zijn weer neergestort. Ja, we zijn neergestort. Oh, nee! Sorry man, ik kom zo meteen bij je terug voor die leuke kraterfoto's. Heb ik nog nieuwe onderdelen? Nee. Ja, even één dingetje veranderen, zodat we weer kans hebben op nieuwe onderdelen.
En dan doe ik die er gewoon af, weet je, zo van... Ik weet niet zeker of het in dit spel ook zit dat je je ontwerp moet aanpassen als je nieuwe onderdelen wil, maar voor de zekerheid doe ik het maar gewoon, weet je, waarom zouden we koppig zijn? Recht, zo die gaat, Miel! Wahoo! Hey, ja, meteen een foto. Kijk, je moet dus zo een beetje op de kaart kijken van, zie je, als ik nu omhoog ga, meteen ga ik meteen een nieuw fotogebied in, dus gewoon omhoog. En dan maakt hij weer een nieuwe foto, zo moet je gewoon een beetje kijken. Je moet een beetje omweggetjes nemen als je aan het aanvaarden. Kijk, zie je? Ik ga nu een beetje omhoog. Tot ik in een nieuw hoogste gebied kom, zeg maar. Zo, en dan ga ik nu opzij. Dan pak ik, zeg maar, deze hele rij aan foto's alvast. Het zijn uiteindelijk 100 foto's, wat aardig wat tijd gaat kosten, maar... Hé, hey, kijk, de zonnebril. Van wie is die ook alweer? Van die vent is Slapersburg, geloof ik. Even die zonnebril bakken in ieder geval. Yes, we hebben een zonnebril. Van wie is de zonnebril? Ik heb geen idee. We hebben hem! Yay! We gaan weer echt in de krater natuurlijk. We gaan echt wel een stuk sneller met dit ding. Heel fijn dat we nu niet zo sloom gaan. Binnenkort krijgen we een helikopterblad en dan kunnen wij de bergen in, het Sultangebergte in. Met de vertical landing en take-off natuurlijk. Natuurlijk. Waar is onze lieve meneer? Even heel dicht bij de grond vliegen alvast voor zo'n mooie kraterfotootjes. Maar niet tegen de grond aan, want dan gaat het mis, hè. Gaan nu al een beetje verkeerd of niet? Ja, hier waren de kraterfoto's weer. Is pas heerlijk hier onder het hemelse klik. Yes, en dan nog eentje. Next. Ik zal deze graag zien. Waarom vlieg je alweer omhoog, Miel? Niet de bedoeling, man. Niet cool, niet cool. Ja, zo zal het wel genoeg zijn. Zo zal het wel genoeg zijn, oftewel, nu moeten wij naar Tommetje toe. Tom Tankie. En even landen. En dan hebben wij deze hele aflevering gewoon een quest voltooid van Tom Tank. Want hij wou foto's van lekkere ingeslagen gaten in de grond. De beste kwaliteit, dat kan ik je verzekeren. Alsjeblieft, Tom. Ja, dank je. Dit wordt een fijne bijdrage voor mijn... Dit wordt een fijne VAP-sessie. Graag gedaan, Tom. Waar gaan we nu heen? Naar huis. Peggy PC is vrijgevig met stukken. Peggy PC... Wow, wat vrijgevig van jou, Peggy PC. Wacht, ik zet het er meteen op. Oh, daar ben ik zo blij mee, weet je. Dat doet me echt goed, Peggy PC. Ja, wie gaan we nu helpen? Ik heb Tom Tank al geholpen deze aflevering. Dat is zeker fijn om te horen dat ik Tom Tank geholpen heb. Wat nu? Ja. We gaan naar die ene plek toe. Die ene vrouw die zegt, Miel, monsieur, zou het niet wensen als ik meer van jou kon zien dan een streepje in de lucht. Dat is die vrouw met het restaurant en gelopen. Die heeft gigantische tieten, jongens en meisjes. Die gaan wij even bewonderen deze aflevering. Haar gigantische boezem. C, zeker cup, niet A of B, misschien C. Ik heb totaal geen verstand van cupmaten, zeg maar. Weet je, als je vraagt, Rick, welke cupmaten heb ik, zeg ik, leg ze in mijn handen. En dan knijp ik er een beetje in en dan zeg ik, groot, klein, weet je, dat kan ik dan zeggen. Maar cupmaten, dat is zo 2012. Het is 2012. Nou en, ik leef in de toekomst, weet je, ik ben een trendsetter. Cupmaten zijn zometeen uit, zometeen ben ik gewoon een maatstaaf voor grootheid van je borsten. Dan moet je ze gewoon in mijn handen leggen. Knijp ik erin, dan zeg ik hoe groot ze zijn. Want ja, fuck cupmaat. En dan zie je mij gewoon bij de HEMA zitten in het pashokje. Dan kom je erbij zitten. Kom je bij mij op schoot zitten, knijp ik in je borst. Weet je. Het is niet eens erg. Niemand boeit het wat. Dat zou heel fijn zijn. Wat? Oeh, een foto. Ik ben helemaal vergeten dat ik nog foto's aan het maken ben. Kijk wat een mooi spoor. Kijk, als ik trouwens nu een beetje omhoog ga. Ja, zo'n kaart komt altijd van. Het weer een nieuwe fotogebied. Heb ik maar gemaakt? Soms hoor je dat heel slecht. Ja. Het begint momenteel een beetje een zootje te worden met welke plek ik wel en niet al gefotografeerd heb, maar... Het rode vliegtuig op de kaart, dat is dit. Dat ben ik zeker weten, Miel. Thanks. Oké. Zelfmoordpoging. Yeah. En dan moeten we landen in het moeras. En daar heb je de mooie jetski voor nodig die we momenteel als banden hebben. Tada. En hier is een vrouw met gigantische tieten. Dat was als een streling op het watervlak. Het diploma voor prachtige zeelanding is... Zeelandingsdiploma. Oh, wat een grote tieten. Love monsieur. Catastrophe. Elke stoel, elke tafel die ik bestelde voor de seizoensopening is er niet. Misschien is het vrachtschip gezonken. Oh. Of op de klippen gelopen. Of zijn vracht verloren. Weet ik veel wat. Weet ik veel, put me helemaal niks. Mijn hoop richt ik nu op jou. Zoek overal. Misschien vanuit de hemel? Met een van uw luchtmachines? Nee. Vliegmachines. Het zijn vliegmachines, Gabriela. Maar ja, jazeker. Echt zin om aan de tieten te knijpen. Oh wacht, het is een tekenfiguur. Dikke henta hier. Nu moeten stoelen en meubels voor de vinden. Die liggen hier om het gebouw en liggen gewoon een stuk of 20 stoelen en een paar tafels. En dat bewaren wij, die intense spanning, voor de volgende aflevering. Vergeet de video te liken als je hem leuk vond. Like de video voor grote tieten. En dan zie ik je bij de volgende aflevering. Miel Monteur vliegt de wereld rond. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei!